Masaru is een jonge, sportieve en vooral ambitieuze jongen. Al 10 jaar lang is hij te vinden in de sportschool. Sinds zijn 18e heeft hij zijn leven omgegooid en doet hij alles voor zijn droom. Een professionele kickbokser worden. Door omstandigheden moest hij er 1,5 jaar tussenuit, maar binnenkort heeft hij weer zijn eerste wedstrijd na lange tijd. Heeft hij het nog in zich om de top te behalen? Ik volg hem de aankomende tijd tot zijn gevecht en ben benieuwd wat hij allemaal moet opgeven om zijn droom waar te maken. Vandaag ontmoet ik Masaru in de gym, waar hij elke ochtend om 6 uur begint. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed man, met jou? Ja, moe eigenlijk een beetje. Ik snap het. Voor jou is het normaal dit, hè? Dit is voor mij normaal, ja. Nou, ik word wakker om 5 uur. Ja. Dan ga ik douchen, spullen klaarzetten, wat eten en dan ben ik om 6 uur hier bij de sportschool. Open ik de sportschool. En beginnen. Yes. Nou, ik zeg, ga maar even verder omkleden en dan kun je gaan trainen. Dat is goed, top. Oké, goed. No one means to have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. The system broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, everybody we rolling. Everybody we rolling. Ik wou vroeger eigenlijk MMA doen, maar daar was ik te jong voor. Dus heeft mijn vader me op kickbox gezet. En ik bleek er goed in te zijn en ik vond het leuk. Als je eigenlijk bijna dag en nacht aan het trainen bent, moet je dan echt niet veel opgeven in je leven? Ja, mijn familie zie ik weinig. Het liefst ga ik dan naar huis rusten. Af en toe probeer ik langs te gaan. Ik ga eigenlijk nu helemaal niet meer uit. Mis je dat? Af en toe denk ik wel van, oh, er is een leuk feest. Ik zou daar wel naartoe willen, maar voor de rest, ik weet waarom ik het doe dus, en ik weet wat ik ervoor terugkrijg. Ik ben gestopt met school ook, op mijn 18e ben ik gestopt, dus ik moest een keuze maken, kickbox of school. Was die keuze makkelijk? Maar voor mij stond die keuze eigenlijk al klaar, dus ik vond school sowieso nooit echt leuk. En hoeveel partijen heb jij in je leven gevochten? Rond de 35, 40 partijen. Ik heb er 5, 6 verloren, zoiets. Ik ben nu wereldkampioen van King of Kings. Okay. Je hebt meerdere organisaties waar je wereldkampioen kan worden. Okay. En wat is de volgende stap? De volgende stap is K1 of Glory. Waar train je op dit moment voor? Nou, ik moet de 22e vechten, ja? Op ons eigen gala hier in de sportschool. Mijn eerste partij sinds 1,5 jaar, om precies te zijn. Ja. Want ik had mijn hand een tijdje gebroken, dus ik kon niet vechten eigenlijk. Masaru's trainer is niemand minder dan Mike Passanier. Hij is de eigenaar van Mike's Gym en is mede verantwoordelijk voor het succes van legendes zoals Badr Hari en Gökhan Saki. Ik vraag me af hoe Mike denkt over Masaru's keuzes en toekomstbeeld. Ik heb Masaru eigenlijk een hele leuke lang al. Voor het eerst was hij zo groot. En hij is tegenwoordig uitgegroeid door een hele grote jongen. Die wel sturing nodig heeft. Ik moet ook niet vergeten, Masaru zit al vanaf de 10e geloof ik of zo bij mij. En hoe groot schat je dan eigenlijk de kans in voor Masaru om echt de top te bereiken? Dat was 2 jaar geleden geloof ik al wereldkampioen bij King of Kings. Ja. En ja, alles had gewoon heel goed doorgegaan als hij niet even gestopt was. Mm-hmm. Dus nou pakken we het weer op en kijken hoe die volgende week zijn eerste wedstrijd, hoe die dat weer doet. Weet je, ik zie dat het allemaal nog een beetje roestig bij, want de Masaru die je nu ziet, is niet dezelfde Masaru als 1,5 jaar geleden waarschijnlijk. Nee, nog niet. Ja, als een vechter eenmaal bekend is geworden en hij is echt on top of the world gewoon, dan komen er heel veel positieve dingen erbij kijken. Maar zijn er ook negatieve dingen waar ze tegenop lopen? Nee, hij is niet voor de camera. Kijk, die jongen die komt uit de gevangenis. Dat is logisch dat het niet goed is. Waarom Masaru vast heeft gezeten is mij nog niet helemaal duidelijk. Wat heeft zich nou precies afgespeeld in de afgelopen 1,5 jaar? Was het alleen zijn handbreuk of was er meer? 1,5 jaar geleden heb jij je hand gebroken en toen ben je er even tussenuit geweest. Maar er is nog meer gebeurd. Kan je daar misschien wat meer over vertellen? Klopt, ik had een vechtpartij op straat. En ik ben daarvoor ook opgepakt. Dus ik heb er ook vast voor gezeten een tijdje. En ik was tijdens dat ik eigenlijk onderweg naar huis, of onderweg naar de stad was, ja, samen met mijn neef en die kreeg ruzie en ik kwam voor hem op. Kickbox is gewoon een sport, dus het is niet alleen maar vechten als beesten. Misbruik je dan soms wel eens je vaardigheden omdat je een kickboxer bent? Nee, ik zie kickbox gewoon als een sport, dus dat doe ik in de ring en op de mat tijdens trainen, maar voor de rest niet.
Een nieuwe ochtend is aangebroken. Ik ben net wakker, maar Massaro heeft ondertussen al een aantal uur getraind. Hij heeft vast honger. Daarom heb ik een ontbijtje gehaald en rijden we samen naar zijn vader, Rodney Glunder. Rodney was vroeger zelf een professional in de kickboxwereld. Ja, ik ben het, Massaro. We hebben ontbijt mee. Hij heeft wereldwijd tegen de grootste namen gevochten en geen situatie binnen het vak is vreemd voor hem. Ik ben benieuwd hoe hij denkt over de toekomst van zijn zoon. Dit gebeurt toch niet zo vaak dat jullie zo aan tafel samen ontbijten? Nee, klopt. Maar dat komt natuurlijk omdat we beide een heel druk leven hebben. Ja. Weet je, mijn zoon traint veel. Ik ben ook bezig met mijn dingetjes. Ja. Weet je, we hebben ons eigen leven eigenlijk. Massaro is nu ook echt heel intensief bezig met het kickboksen. En hoe groot schat je de kans in dat hij bijvoorbeeld de top zal bereiken? De weg naar de top is met vallen en opstaan. Weet je, als je alles kan winnen, net als Floyd Mayweather, ja, top, super. Ja. Nee, doe. Maar echt realistisch is het niet. Ik ben zijn vader en u bent waarschijnlijk ook een grote voorbeeld voor hem, omdat u alles al heeft gezien en hij kan heel veel van u leren. Maar voelt u niet een beetje druk, zeg maar, op jezelf? Ik heb totaal geen angst of spanning of wat dan ook als Mas moet vechten of als hij bezig is. Het is voor ons is het normaal. Als wij over vechten praten, is het 5 zinnen. Ja. Maar je moet vechten tegen wie tegen je hart lopen die aan. Maar is het niet van, het is mijn zoon, hij gaat klappen omdat, krijgen misschien? Nee, omdat ik weet wat hij voorlaat. Ik weet wat hij doet, ik ken de sport. Ja. Hij gaat niet de ring in als hij niet getraind heeft. Hij heeft een hele goede trainer, maar ik laat hem niet zomaar vechten. En dan als hij zijn partij heeft gehad en hij komt bijvoorbeeld thuis met een blauw oog, wat doet dat met jou? Niks. Ik ben ook thuis gekomen met blauwe ogen, met gebroken armen, alles en hoort erbij. Zit er nou eigenlijk met de zekerheid in het kickboksen? Ik leerde Massaro ook binnen nu 2 jaar daarbij zit. En hoe denk jij daarover? In mezelf heb ik wel veel vertrouwen. Ja? Dus als ik dat niet zou hebben, zou ik het ook niet doen, denk ik. Ja? Dus ik heb ook geen plan B. Je hebt echt geen plan B? Op dit moment niet, nee. Dus voor mij is alles gewoon kickboksen. Ik kan me dat soort van niet voorstellen of zo. Dat je zeg maar. Het is echt zo, ik heb het ook gehad. Ik heb ook alleen voor het kickboksen. Je hebt ook geen plan B gehad, gewoon. Ik heb ook voor het kickboksen geleefd. Dus je moet 24-7 met jezelf bezig zijn. Daar hoort bij voeding, hoort bij discipline, hoort bij overgeven. Want je moet er hopen, voorop geven. Dus het belangrijkste is gewoon 100% focus en blijven trainen. Helemaal weer opgeladen van een goed ontbijt, gaan we weer naar de gym. Want naast het trainen van zichzelf, traint Massaro ook andere vechters. Nou Massaro, je hebt net les gegeven. Ja. Verdien jij ook je geld eigenlijk met dit? Af en toe. Ik geef meestal gewoon les omdat ik het leuk vind. Dus vrijwillig gewoon. Ja. Maar af en toe krijg ik een mazzeltje. Maar is dit het enige waar... Oké, want je woont ook alleen en je hebt ook kosten waarschijnlijk. Maar is dit het enige waar jij dan je geld mee verdient? Nee, met mijn kickboxwedstrijden natuurlijk. Ja. Daar verdien ik het meeste geld mee. Ja. En dan heb ik ook nog sponsors, daar krijg ik ook dat geld van. Ja. Dus bijvoorbeeld als ik een wedstrijd heb gewonnen, als het op tv is geweest. En dan heb ik ook nog mensen uit mijn vriendenkring die me geld geven om me gemotiveerd te houden, zodat ik niet andere dingen ga doen, zodat ik niet de straat op ga. Wow. Zodat ik gewoon in de sportschool blijf, geen verkeerde dingen doe. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Want het lijkt me stug dat mensen gewoon, ja, mijn vrienden geven mij nooit geld. Nee, het zijn ook meestal wat oudere mensen die mij al sinds klein kennen. Okay. Dus, familie? Familie, vrienden. Is het genoeg geld om van te kunnen leven? Of? Ik heb nu niet veel kosten. Ja. Dus de meeste dingen worden voor mij betaald ook. Ja. Dus het is voor mij wel genoeg om ervan te leven. De tijd tikt en het duurt nog maar een paar dagen voordat Massaro zijn eerste wedstrijd na zijn handbreuk en gevangenisstraf vecht. Hij traint harder dan ooit om de winst te behalen. Maar heeft hij het nog in zich? Is dit het begin van een mooie carrière of blijft het bij een droom? Vandaag is de grote dag, hè? 1,5 jaar niet gevochten. Klopt. Hoe zit het met de zenuwen? Ja,
heb ik eigenlijk niet. Nee? Nee. Nul? Nul, kom maar nul. Ik train hard ervoor, dus ik maak me daar geen zorgen om. Dus ik geloof in mezelf, ik geloof in mijn trainer, in mijn hoek. Dit is weer je eerste wedstrijd na je handbreuk. Tot hoever is je hand nu genezen dat je weer gewoon echt 100% kan vechten? Nou, ik mocht van de dokter, sinds gisteren mocht ik weer op 100% slaan, stoten met mijn hand. En wat hangt er allemaal van deze wedstrijd af? Er komen wel wat promoters kijken van wat grotere evenementen en dat is wel goed. Nou, ik wens je veel succes en ik ga je aanmoedigen, man. Ja, man, komt goed. Ik weet waarom ik het doe, dus, en ik weet wat ik ervoor terugkrijg. Mijn naam is tegenwoordig Aard Groeter, een grote jongen. De volgende stap is K1 of Glory. Weg naar de top is met vallen en opstaan. Dus ik heb ook geen plan B. Op dit moment niet mee. Dus voor mij is alles goed. Superb performance by